Goedenavond, ik ben Desiree Stokkel en het is 5 juli 2023. De gemeente Bloemendaal wil dat de rechtbanken verdwijnen. En zij werken hier ook met het Build Back Better systeem in het dorp. De stormschade is deze keer groter dan normaal. En dat is opzettelijk veroorzaakt. Het stadhuis gaat ervan uit dat zij onschendbaar zijn. Ze zijn onschendbaar gemaakt door politie, defensie, justitie, binnenlandse zaken, internationaal strafhof en al die bedrijvenlobby's. Maar de schade die gaat komen is enorm. Wij hebben bijvoorbeeld nu stormschade bij mij in de straat. De auto's zijn beschadigd. Er staan hier enorme bomen. En zowel ik als buren hebben de afgelopen 20 jaar gebeld en gezegd: ga die bomen snoeien. Houd die bomen laag. Houd ze tussen de huizen laag. Dat hebben ze niet gedaan. Nu zijn die bomen 20 meter. Die staan rondom de huizen. Er staan ook hoge bomen van particulieren. Er staan veel te grote bomen in kleine tuinen van sociale huurwoningen. Tijdens de volgende storm worden de dakgoten en de daken beschermd. En dan moet je niet denken dat de gemeente gaat snoeien. Onze woningbouwvereniging Brederode heeft een nieuwe manager en die functioneert slecht. Dat is een Build Back Better of een WEF brallen pestkop. Nu hebben we ook sociale managers. En sociale managers, dat zijn de slavenhandelaren, de slaven. De aanspreekpunten voor de slaven die onder het regime van de woningmarkt vallen. En de woningmarkt is dus ministerie van Binnenlandse Zaken, ADES, eigen huis, makelaars, verzekeraars en de investeerders. En wat je dus nu hier ziet is dat het stadhuis Bloemendaal opzettelijk de sociale huurwoningen gaat beschadigen met slecht groen onderhoud en dat daardoor de mensen dakloos worden. Ze gaan er echt vanuit dat ze hier alles kunnen doen en laten op het stadhuis waar ze zelf zin in hebben. Dit loopt dus fout af, want als over een jaar alle bevoegdheid van het landsbestuur wordt overgedragen aan de Europese Unie of het één wereldparlement lobbysysteem. En in 2025 hebben hardware- en softwarebedrijven geen macht meer over hun eigen AI of over de AI van anderen. Dan krijgen we dus een totaal verval in dit dorp. En dat gaat heel veel geld kosten. Heel veel. Dag.